Gijs. Een mooie derde plaats op de 100 meter wisselslag. Ja, had je het voorspeld om zoiets moois neer te zetten? Het was een hele kleine kans, maar het is toch gelukt. Omdat er was een jongen die gedist was, omdat hij met twee niet tegelijkertijd de handen had aangetikt bij de schoolslag. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En het is gewoon echt een droom die uitkomt. Een heel klein beetje mazzel hoort soms toch bij de sport, toch? Ja, zeker. En heb je nog een persoonlijk record gezwommen? Daar zijn we ook wel benieuwd naar, want ik hoorde 1.14.61. En naar mijn idee heb je vorig jaar iets van 1.17. Kan dat kloppen? Ja, het is echt niet normaal geweest. Het was iedere keer 7, 6 en 5 seconden gewoon iedere keer eraf. Ik was blij mee, jongen. Heel erg. En dat is dus heel goed in de zwemsport, toch? Dat allemaal naar beneden gaat. Dus nog een klein stukje en dan kan je ook eerste worden? Ja, dat zeker. En wat moet je daar nog voor doen om eerste te worden? Meer trainen? Nou, je moet echt gewoon blijven doen wat je doet. En gewoon vooral als je even niet zin hebt, gewoon door blijven gaan. Dus je bent wel een hele doorzetter, je bent een bijtertje. Ja, als je soms even geen zin hebt, dan ga ik alsnog gewoon door. En wat heb je gewonnen net? Want ik zag de prijsuitreiking. Maar we zijn wel heel nieuwsgierig en ik denk de kijkers ook vanavond wel. Van wat jij gewonnen hebt. Dus ik zou zeggen, toon het eens even in de camera. Wat is het? De derde prijs bij de 100 meter wisselslag. En ik ben ongelooflijk blij. En zoals ik al zei, het is echt een droom die uitkomt. En als enige ZVL-zwemmer kan ik wel zeggen. Dus ik denk dat heel ZVL 1886 wel heel erg trots is op jou. Ja, zeker. Denk het wel.